Snel spelen met Mert, goed zo. Mooi bal. Edward, kom op! Morad! Ah ja, Morad. Maar god. Overal maken Rotterdammers tijd vrij om te sporten bij een van de honderden sportverenigingen in de stad. In deze serie kijken we naar Sportplus-verenigingen. Verenigingen die de maatschappij net dat beetje extra bieden en het verschil maken voor de stad. Op Zuid wordt er bijna 100 jaar gevoetbald bij Sparta 1920. In Charloes staan elke zaterdagochtend weer ouders langs de lijn om hun kind aan te moedigen. Let op, Dre, let op. Goed zo, let op. Ja, het is een hobby, hè. Het is mijn hobby en mijn zoon is ook, hij is nu vandaag toevallig geblesseerd. Maar hij is helemaal gek op voetbal. En op deze manier zijn we altijd lekker bezig op zaterdagochtend met z'n tweeën. Hoe is het nou dat je vader de coach is dan? Ja, best wel leuk. Dan kan ik veel dingen met hem doen. Is hij een beetje te fanatiek? Hij is wel fanatiek. Daar hou ik ook wel van. Neem je het niet een beetje te serieus soms? Ja, dat is ook logisch. Anders nemen dat kinderen ook niet serieus. Want die gedrag wordt gekopieerd natuurlijk. Ja, zo zie ik het. Dus wat gaan we doen? Winnen! Ik hoor niks! Winnen! Zeker weten? Ja! Ouders zoals Brahim, die als vrijwilliger werken voor de club, zijn onmisbaar voor Spartaan 20. Zij zijn onderdeel van een zeer succesvolle voetbalopleiding. Ik heb menig BVO, zogeheten betaald voetbalorganisatie, voetballers onder mijn hoede gehad. Ja. Ja. Dan noemen ze een paar namen. Jetro Willems hier gehad. Bruno Martens Indi heb ik onder mijn hoede gehad. Er zijn er nog wel een paar op komst. Dus ben je wel miljonair inmiddels? Ja, nee. Leuk, maar niet. Nee. Wow. Was overtuigd, hè? Dat was op de bal. Michel, jullie dwingen hier al die ouders om vrijwilligerswerk te doen, hoor ik. Ja, dwingen vind ik een groot woord. We proberen ze te stimuleren. Ze betalen een betaalde contributie. En als ze het een en ander voor de vereniging doen, dan kunnen ze een deel van die contributie, de vrijwilligersbijdrage, kunnen ze terugverdienen. Vanaf dit jaar ga ik eigenlijk voor het eerst, heb ik me opgegeven voor de kantine. Dus ik ga dit jaar wel echt kantinemoeder worden. Bardienst. Ja. En wat vind je daar nou van? Het is geen hobby. het is geen hobby. Een Sportplusvereniging zoals Spartaan kenmerkt zich onder andere door een sterke vrijwilligerscultuur en een goede organisatie. Het verenigingsleven, dat is toch wel iets wat mooi is en wat je gewoon doorgeeft aan de volgende generatie. Iedereen is hartstikke druk, heel de week werken. En dan toch nog zaterdagochtend of zaterdagmiddag tijd vrijmaken om gezamenlijk dat stukje op te pakken. Wat nodig is om ervoor te kunnen zorgen dat de kinderen kunnen voetballen. En ook hier achter in de keuken. Het eten en het drinken wordt allemaal bemand door onze actieve ouders die samen de vereniging een stukje op weg helpen. Ik hoor dat je een beetje verplicht wordt door de voorzitter. Nou, verplicht moet ook. Verplicht is dat zo. Ook de voorzitter doet het vrijwillig verplicht, ja, hè? Aan rugbyclub De Hoekers kan je goed zien waarom ze het Sportplus-predicaat verdient. De ploeg is een begrip in Hoek van Holland en organiseert elk jaar het Jeugd Beach Rugby Toernooi. Kom op Lido, yes! Goed zo Lido! Isabel! Goed zo Lido! Ga door! Schijf, sluit niet, doorgaan! Gaat er best wel hard aan toe. Dat hoort zo bij rugby, hè. Dus sportief, maar hard. Ja. Dit jaar wordt voor het eerst de Rugby Respect Beker uitgereikt. Die gaat naar een ploeg die zich het meest netjes heeft gedragen. Want rugby is immers een gentleman sport. De Rugby Respect Beker bij de Wemins dit jaar is gewonnen. En ik wil ze graag naar voren hebben. Hermes! Ik heb de Rugby Respect Beker uitgereikt. En ik moet zeggen, als er één sport is waar respect echt bovenaan staat, dan is het rugby wel. Volgens mij zijn hier zeker meer dan 100 teams en misschien wel meer dan 200 teams. Dat is een enorme logistieke operatie. Ja, dat doet deze club en dat vind ik heel knap. Dit is hem. Rugby staat natuurlijk bekend om fair play en respect voor tegenstanders, respect voor refs. En het leek ons goed in het kader van het 15-jarig jubileum om niet alleen respect op het veld te tonen, maar ook voor onze leefomgeving eromheen. Wat is er zo mooi aan rugby? Nee, gewoon pijn doen. Wie zei dat? Door noodweer moest de eerste dag van de tweedaagse beach rugby worden afgelast. We spreken de voorzitter van De Hoekers op het rugbyveld dat voor dit weekend even een camping is geworden. Afgelopen nacht hadden we 598 mensen die hier sliepen. Dus dat is best veel.
En wat voor sfeertje hangt hier dan? Ja, dat is wel een redelijke, dat is een beetje een carnavaleske sfeertje. Sommige teams, of heel veel teams, die komen hier echt als afsluiting van het seizoen, echt als jeugdtour, jeugdtrip. Smiddags om 3 uur op vrijdag hebben we al besloten dat we op zaterdag ook geen toernooi gingen organiseren, want dat ging gewoon niet met de wind. En toen zijn we heel erg aan de slag gegaan om een alternatief programma te vinden. En met name hier in Hoek van Holland, Fort 1881, hebben we contact mee gekregen. En die hebben ons zaterdag een alternatief programma aangeboden voor bijna 300 mensen. Ja, dat is super gaaf om dat samen met de gemeenschap te kunnen doen. En dat is voor mij ook Sportplus. Hoe sta je in je dorp? Hoe ben je met elkaar bezig? En nu blijkt dus dat je die lijnen goed kunt leggen. En dat ze met z'n allen erachter gaan staan. Ik hoor je allemaal gelul over respect en dit en dat, maar ik zie jullie ondertussen. Ja. In de volgende aflevering van Verschilmakers gaan we lekker ontspannen bij korfbalvereniging NIO.